jullie wat leuk dat jullie weer kijken. Dit wordt een hele speciale vlog. Ik heb een uitnodiging van Qubit gekregen om naar de Brabantse finale van de voorleeswedstrijd te gaan. Daar neem ik jullie mee achter de schermen en ik vind het heel spannend om daar te gaan vloggen. Ik ga nu even stiekem spieken achter de schermen. Ik ben nu aan het voelen hoe de finalisten zich voelen als ze aan het voorlezen zijn. En als eerst wil ik even vragen of je jezelf voor kan stellen, op welke school je zit en ja. Oké, ik heet Tess van der Vliet en ik zit op de school Achterberg en ik ben 10 jaar en ik woon in Dongen. Dus hoe heb je jezelf voorbereid? Ik heb gewoon een week gedaan over het oefenen, gewoon een paar keer voor mezelf geoefend en daarna ook een paar keer voor mijn ouders. Waarom vind je lezen leuk? Ik vind het leuk om voor kinderen te lezen. Ik vind het ook leuk om zelf te lezen, want je leert er ook heel veel dingen van. Ik ben Noortje Heimrichs, ik ben 11 jaar oud. Was het moeilijk om een boek te kiezen? Nou, het viel wel mee, want dit boek heb ik al heel vaak gelezen en ik vond het altijd een heel leuk boek. Dus daarom had ik er ook voor gekozen. Had je gedacht dat je in de finale van Brabant zou staan? Dat had ik dus echt niet verwacht. Ik vond het al heel leuk dat ik in mijn gemeente door was. Daar was ik helemaal blij. Maar dat ik hier ben gekomen, ben ik wel heel blij mee. Ja, snap ik. Kiki wil ook stoer doen. Ze denkt zeker dat ze heel wat is. Meneer Giesel bond uiteindelijk van de touwtjes aan het bovenlijf van mevrouw Giesel. Toen pas zag ik dat hij stond te hijgen. Even bijkomen. Hoe gaat het op school? En kijk! Kersiepuddingvoetsporen. Ze moet gewoon daar binnen zitten. Niemand weet waar het vandaan is gekomen. Maar leuk vindt ze het wel. Dat is alles. De directeur liep naar de deur en verliet het lokaal. Meesterlijk. Tot ziens, meneer Gat. Toen werd ze echt kwaad. Toen iedereen zat, stak Anke haar vinger op. Waarschijnlijk hebben we weer niet goed geweten, juffrouw Pot. Ik ben Stan Tienem, ik ben tweedejaars PABO-student en in mijn eerste jaar heb ik meegedaan aan de voorleeswedstrijd van de PABO en daar ben ik landelijk kampioen geworden. En dit jaar, in mijn tweede jaar, mag ik jureren. Hoe was jouw ervaring om mee te doen aan de voorleeswedstrijd? Ik heb eigenlijk ik vond het helemaal niet spannend, omdat ik gewend was om al voor te lezen voor mijn eigen klas. Dus voorlezen voor een grotere groep vond ik eigenlijk ook niet zo gek spannend. Maar wat ik wel heel tof vond was al die kinderen te zien bij de provinciale wedstrijd. Die zoveel plezier haalden uit voorlezen, uit lezen zelf. En alle kandidaten van de PABO die daar gewoon allemaal achter hetzelfde doel staan. Namelijk het voorlezen promoten, het plezier in lezen promoten. Dat vond ik wel echt, dat vond ik kicken. Dat vond ik echt kicken. Ik ben Annette Sluiter en ik werk bij uitgeverij Zwijsen, dat is een grote uitgeverij in Tilburg. Wat vind je waar een winnaar van de voorleeswedstrijd aan voor moet doen? Dat is een goede vraag. Wat ik heel belangrijk vind is dat die persoon zich goed kan inleven in het verhaal. En op een rustige manier en op een mooie manier kan vertellen, zodat je als jurylid of alsgene die in de zaal zit, het helemaal meegetrokken wordt in het verhaal. Dus dat je denkt, daar wil ik eigenlijk meer van weten. Dat boek zou ik wel eens willen weten. Dat lezen. Ja. Dat lijkt me heel belangrijk. Ik ben Rick de Haas en ik ben boekenillustrator, tekenaar. En ik denk als je me kent, dan is dat waarschijnlijk van Mees Kees of van De Gorgels. Wat vind jij zelf jouw mooiste illustratie? Bedoel je één losse tekening of een heel boek? Één losse tekening. Oh, ik hoopte dat je zou zeggen één heel boek. Ja, dat kan ook. En wat ik het mooiste boek vind waar ik aan mee heb gewerkt, dat is met Martine Letterie, Kinderen met een ster. Omdat dat een boek is dat ook heel erg over een belangrijk onderwerp gaat. Ik heb heel veel boeken gedaan die ontzettend leuk en grappig zijn en dit boek was eigenlijk heel serieus. En dat vond ik mooi. Met welke schrijver zou jij nog samen willen werken? Lange stilte. Ja. in mijn hoofd schieten, die zijn alle twee dood. Mag, is dat ook een antwoord? Astrid Lindgren of Annie Schmid? Ja, dat mag. Ja.
Maar eigenlijk, die boeken, die zijn al geïllustreerd. Eigenlijk zijn die al zo goed zoals ze zijn. Dus eigenlijk zou ik het ook niet willen, omdat die boeken al zo mooi zijn. Op nummer 1, Meesam. Ik zit er nu met de winnaar van de voorleeswedstrijd. Hoe voel je je en kun je je even voorstellen? Ik voel me heel blij en ik heet Meesam en ik ben 12 jaar en ik kom uit Nuenen. En welk boek heb je in voorgelezen? Hoe overleef ik mezelf. Oké, kun je ook een beetje vertellen waar het over gaat? Het gaat over Rosa en ze is met haar gezin verhuisd naar Brabant naar Groningen. En ze gaat dus ook naar een nieuwe middelbare school en ze denkt dat ze bij de populaire meiden kon horen. Alleen dat valt eigenlijk heel erg tegen, ze wordt eigenlijk meer gepest. En het stukje waar ik in voorlees komt ze met een heel apart uiterlijk naar school, als normaal. En ja, wordt ze eigenlijk heel erg gepest en loopt het een beetje uit de hand. Ja, het lijkt me echt een superleuk boek. Ja, is het ook. Ik heb zelf wel Hoe overleef ik boeken gelezen, maar die heb ik nog niet gelezen. Dat is echt een heel leuk boek, echt een aanrader. Ik vond het superleuk. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk als ik. Geef een duimpje omhoog, abonneer op het YouTube-kanaal van de bibliotheek en vergeet niet om op dat belletje te klikken, zodat je geen één video meer mist. Houdoe!